Dit ben ik, een automatisch vertaalsysteem. Vroeger zat mijn hoofd vol met woordenschatlijstjes en grammatica-regels. Ik vorderde maar traag en mijn hoofd ontplofte bijna door al die regels en uitzonderingen. Nieuwe woorden kon ik niet vertalen en mijn zinsbouw klopte niet altijd. Dat gaf problemen. Vertaalde boodschappen werden vaak verkeerd begrepen en gebruikers werden onzeker over hun interacties. Nu maak ik gebruik van een neuraal netwerk. Ik leer uit heel veel voorbeelden. Ik leer uit romans en hun vertalingen, uit vertaalde ondertitels, meertalige websites. En niet dat ik wil opscheppen, maar ik verwerk meer teksten dan jij ooit in je hele leven zal kunnen lezen. Met al deze informatie leert mijn neuraal netwerk vertalen. Zoals bij alle computersystemen moet de informatie eerst omgezet worden in getalreeksen, ook wel woordvectoren genoemd. Zo'n woordvector plaatst elk woord op verschillende assen in een meerdimensionale ruimte. Woorden die op de een of andere manier verwant zijn aan elkaar, liggen dichter bij elkaar in die ruimte dan woorden die niets met elkaar te maken hebben. Ik kan gemakkelijk werken met een ruimte van duizenden dimensies. Dat kan jij je niet voorstellen, hè? Al die getallen geven verschillende aspecten van de betekenis weer. Zo kan ik dus op een abstracte manier de betekenis van woorden vatten. Voor ik begin te vertalen, bestudeer ik de hele bronzin. Door alle informatie die ik over woorden heb verzameld, ken ik hun onderlinge verbanden. Hierdoor maak ik steeds minder grammaticale fouten. Soms is er niet genoeg informatie over sommige woorden in de zin om de juiste betekenis te kunnen bepalen. Dan gebruik ik de meest frequente vertaling. Die is zeker niet altijd even geslaagd. Maar als je me zinnen met voldoende context geeft, lukt het me meestal wel om een juiste vertaling te geven. Ik vind het ook gemakkelijker als twee talen wat op elkaar lijken. Ik vertaal dus beter vanuit het Italiaans naar het Nederlands dan vanuit het Chinees. Al de informatie die ik verwerk, zorgen ervoor dat ik de beste versie van mezelf word. Dat stelt me in staat om jullie zo goed mogelijk met elkaar te laten communiceren. Om nog beter te worden, heb ik veel meer informatie nodig. Ik ken nog maar een 200-tal talen, maar er zijn er bijna 7000 in de wereld. Ook ben ik nog niet zo goed in creatief taalgebruik. Voor die en andere moeilijke taken werk ik het liefst samen met taalprofessionals. Wil je meer weten? Kijk dan even op de volgende website.